Frankrijk, dus Napoleon, die was helemaal niet aardig. Die wilde heel Europa veroveren. Wat gebeurde er dan? De Hollanders kregen niet onder de duim. Toen dacht hij heel groot, we gaan een jongste broer op de troon zetten. Lodewijk. Maar had ik er zin in? Nee. En mijn broer Napoleon was ook nog getrouwd met een Josephine. En Josephine had een dochter uit de eerste huwelijk, Hortense. Toen hadden ze besloten dat ik maar met Hortense moest trouwen. Nou, Hortense wilde mij niet en ik wilde helemaal Hortense doen. Maar ja, macht trouwt macht. En dat moest ook eenmaal. Nou, Hortense. Dag, dames. Dat is een Nederlandse macht. Over die eigen. We hebben nog een aanwijzing. Ja. Ja, je leest je bij het pijltje begint met start. Ja, min 1, 5, 8, 4. Min. Nou, kijk goed mee, hè, allemaal goed gaan. Dus daar kun je een waterberging van maken en dan kan het water op hier naartoe lopen. Heeft er iemand nog een ander idee wat je zou kunnen doen? Als je nou heel goed kijkt, zie je heel veel asfalt in de stad. En als je asfalt bijvoorbeeld... Kijk, dat is een huis. Die kan ik niet zomaar weg. Maar je ziet hier bijvoorbeeld... Ja, dat is ook een weg. Die zal ik ook laten liggen. Maar je ziet hier bijvoorbeeld... Ja, je schoolplein. Want kijk eens naar jullie eigen schoolplein. Hoe ziet dat eruit? Asfalt. Hebben jullie heel veel asfalt? En wat hebben jullie nog meer? Kunstgras hebben we ook. Jullie hebben kunstgras, maar jullie hebben niet echt groengras. Nee. Dus je zou de schoolplein kunnen vergroenen. En gaan wij zogenaamd ook ons schoolplein vergroenen. Dus als we deze nou er neerleggen. Wat zien jullie nou gebeuren? Met je auto is gras niet altijd even goed. Je hebt ook nog een andere oplossing. We gaan eens kijken. Wauw! Oh, Ja. Dat doen we. Kijk, jullie zien al dat het niveau van het water eigenlijk weer bijna even hoog. Maar in je eigen huis. Ik hoorde net al iemand zeggen, die had het over groene daken. Wie zei dat? Aljaras. Dan mag jij groen dak gaan zetten. Hallo. Een groen dak en hier misschien ook iemand nog een groen dak. Mag ik ook een groen dak? Waar moet ik het maken? Ja, waar wil je een groen dak maken? In Nederland komen er steeds meer harde regenbuien. Wat kunnen we doen om daar minder last van te hebben? Wat kunnen we doen? Luister, dames. Wat kunnen we doen om de klimaatverandering tegen te gaan? Of minder last in ieder geval? Hij heeft hier meerdere antwoorden en ik denk, lees maar even voor. Heel aardig.
Ja, nee, dat is een zitje, goed gezegd. Een beetje van die soort lellen. Zo heette het ook. Opdracht doen, maar dat heeft wel met kippen te maken. Dus niet zozeer met een haan, want het gaat over eieren. NL, nou ja, Nederland, hè. NL, dus een Nederlands ei door een Nederlandse kip gelegd. En dit is een hele lange code, er staat ook een hele lange uitleg bij. En dit is dan het nummer van het kip en die heeft daar het ei gelegd. Nee, maar je ziet wel een spannetje. En de koeien, dus had jij al iets gelezen? Jij gaat kijken wat eet en ja, wat klinkt een beetje raar, maar wat komt eruit? En dan gaan we een kringloop bedenken. De koeien, die buiten zijn. Maar komt de poep terecht? Je kan het eigenlijk daar al zien. En ja, het klinkt niet zo fris, maar hier zie je het ook. De poep. Op het mes kunstgras. Ja, het lijkt een beetje gras. Nou, het komt op de grond, toch? Ja. Op de, in de aarde en dan komt de mest. En dat is eigenlijk wel oké. Want ja, bijna. Niet kunstgras. Maar sommige kunstmest. Goed, hè? Ja, je bent een van de weinigen die dit herkent, ja. Want sommige boeren zeggen, oh ja, dan wil ik dat mijn gras nog harder groeit. En dan kunnen de koeien nog beter ervan, sneller ervan eten. En dan voegen ze een beetje kunstmest toe. En dan gaat het harder groeien. En nou ja, we wisten koeienvlaai, nou, dat is wel goed voor de grond. En in het kunstmest gebeurt soms wel eens, vooral als het hard regent en zo, dat het ergens anders terecht komt. Niet echt per se in de grond, maar meer in de sloot en in het water. Ja, loop jongens, dat is toch nog gaat lukken. Dat de kippetje te pakken kan krijgen. Nee, dan moet je er eentje daarvan halen. Ja. Ja, dan wordt dat een. Nee, dan wordt dat een. Onder een Wilsenten. Eentje haal je eraf, dan wordt het 10. Dan wordt het 10. 9 jaar. Ja. Deze, kaart. Ja. Dan zie je, we lopen nu ongeveer hier en hij was ergens daar, hè? Ja. Hij ligt rechts van het pad, aan het eind. We moeten over het pad, rechts van het pad. Ik ben niet warm, ik ben niet zo. Ja, maar voor mij. Ik zit op. De sleutel. Waarom moet je?